Ja, daar gaan jullie ervoor, hè? Ja, nominaties. Ja, er zijn er een hoop. Dus, elf hebben we er. Ja, het zou wel gaaf zijn als we er eentje binnenslepen. Ja, ik denk het haast wel. Ik hoop wel meer dan één. Ik hoop het ook wel meer. Wat denken jullie zelf? Hopen jullie zelf? Ik denk eigenlijk sowieso wel voor toneelbeeld of licht of decor, zoiets. Ja, hoop ik ook. En ik hoop publieksprijs. Publieksprijs. Hoop ik ook wel. Dat is toch wel heel belangrijk natuurlijk. En misschien ook wel mannelijke hoofdrol? Misschien wel. Could be. Want we lopen bij jullie volle bak, hè? Het zit nog steeds aardig vol, ja. Ja, het gaat hartstikke heel goed. Fijn. Ja, het is echt... ik heb het volgens mij al in 6 interviews gezegd, maar het is en blijft een cadeau om te doen iedere dag. Want jullie genieten nog steeds dus? Mega. Ja, het is echt heel vet, ja. Ja, echt de groep is fijn, de musical is mooi. Ik hoop dat de mensen dat ook vinden en dat we vandaag met wat mooie awards naar huis gaan. Goedenavond. Spannend. Ja, heel spannend. Superleuk. Je bouwt het lekker op, hè? Première meteen door naar de award. Snap je? We krijgen geen tijd om te ademen. Nee, maar dat is toch heel fijn. Lekker op die roze wolk blijven. Hoe gaat het nu, inmiddels? Het gaat hartstikke goed. Het gaat hartstikke goed. Het begint lekker te settelen. En nu kun je gewoon lekker genieten met z'n allen. Ja. Première is altijd killing, volgens mij, hè? Nou, ik moet zeggen, deze première was heel rustig voor ons. We hebben echt gewoon afgesproken, aarde. En we doen wat we kunnen, we staan in onze kracht. En dat voelde ik echt, ja. Vanavond, hè? Want wie heeft de award zometeen? Ja, heel spannend. Het is heel spannend. Wij hebben natuurlijk wel onze hoop op sommige mensen en op sommige producties. Keuze maken voor de hoofdrol natuurlijk. Ja, dat vind ik best moeilijk, aangezien er 2 in zitten die ik allebei het echt heel erg gun. Maar ja, het is niet aan mij, hè? Dus nee, dat scheelt. Gelukkig niet. Het is altijd feest. Daarom. Dus ik hoop gewoon dat één van de 2 wint. Dat is ook niet helemaal waar, hè? Want er zijn nog meer mensen genomineerd. Maar zelfs met hun is het feest, inderdaad. Zeker. Maar jullie gaan wel, hoe zitten jullie in de zaal? Gespannen, maar wel excited. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Lekker genieten. Heb je zelf ook op of alleen lekker zaal? Lekker in de zaal zitten. Wij hebben een avondje vrij. Ja. Ja. Hoe zitten jullie in de zaal? Tikkelijk concurrentie volgens mij. Er zijn een concurrenten tussen jullie 2 in, hè? Ja. Ook weer niet, want ik heb de ene show ook weer gedaan. Ja, en we zijn ook weer voor andere dingen genomineerd. Dus hartstikke leuk alleen maar. Ja, alleen maar heel veel liefde voor alle collega's. Geen concurrentie. Nee. Gaat het met jullie? Gaat goed. Goed? Lekker druk. We zitten nu in Groningen met Lemies. Dus we hebben onze enige vrije dag. En we zitten hier in Scheveningen. En morgen weer naar Groningen. Ja, met een grote glimlach zitten we hier hoor. Zeker. Ja. Ja. De kop is vanaf nu lekker spelen, hè, voor jullie. Lekker spelen, ja. Het is heerlijk om te spelen met elkaar. Het zijn heel veel shows, dus we hebben heel veel lol samen. Dus dat is heel fijn. En hier en daar een vakantiepark op zijn kop gezet, hoorde ik? Zeker wel. Op dit moment zitten we in Groningen met z'n allen. En we zijn natuurlijk een grote groep, dus af en toe hebben we het gewoon hartstikke... Af en toe hebben we het gezellig, we hebben het altijd gezellig met elkaar. Maar zeker op zo'n vakantiepark, dan is het gewoon met z'n allen een feestje ervan maken. Absoluut. Judith, voor jou swingen, disco. Ja, voor mij even wat anders inderdaad. Maar ja, super, super leuk. Echt heel erg leuk. Het is elke avond opnieuw weer een feestje. Je weet niet wat je kunt verwachten. Het is mega leuk. En je blijft gewoon in de stijl. En ik blijf in de stijl van Staying Alive. Jij mag lekker solo's nummers ook zingen en dergelijke. Heeft het totaal wat anders? Ja, heel anders, maar daardoor niet minder leuk. Nee, echt super leuk. Ik zei ook van de week van... Ja, vroeger stond ik dit te doen met een deo-fles voor de spiegel. En nu sta je elke avond ineens voor mensen. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Hoe zit jij nu in de zaal? Eigenlijk heel relaxed. Ja, wel iets anders dan 3 jaar geleden alweer, ja. Was je een van de winnaars, hè? Ja, klopt. Ja, ik word oud, vind ik dan. Als ik denk dat 3 jaar geleden is, joh. Tijd vliegt. Als je dan terugkijkt, hoe heb je dat ervaren? Echt als een soort aanmoedigingsprijs om gewoon verder te gaan. Als ik kijk de dingen die ik daarna heb mogen doen, ben ik gewoon super blij dat het... Ja, met Fun Home en met die prijs daarna zo is begonnen. En ondanks corona dat het toch heeft door kunnen zetten. Dus daar ben ik heel blij om, ja. Een bepaalde favoriet in de zaal zometeen? Lastig. Ja, Danique is gewoon een hele goede vriendin van mij geworden. Dus ik zou het haar zo erg gunnen als zij het zou winnen als Sandy. En verder, ja, ik vond Lemies echt een fantastische productie. En Sam Gerritsma, goede vriendin ook. Dus ja, ik zit al een beetje te duimen, ja. Spannend. Ja. Heel spannend. Vooral leuk, daar zin in hoor. Ja. Ja. Vooral zin in eigenlijk. Het is gewoon een heel leuk feestje om bij te mogen zijn. De eerste keer dat jullie hier zijn?
Voor mij wel. Voor mij de tweede voor keer. Voor mij de tweede, ja. Ja. Hoe voelt dat? Ja, nou ja, dit jaar is het voor de nominaties voor Charlie bij mij. Dus ja. Dat vind ik alleen maar extra leuk dat je nu onderdeel bent geweest. Ja. En voor jou bij Kruimeltje. Kruimeltje, ja, de beste familiemusical zou wel heel leuk zijn als we die winnen. Ja. En vorig jaar was dat iets minder speciaal. Dus dat is wel leuk dat we dat nu... En voor mij ook voor Sweeney. Het zou toch wel spannend zijn om toch nog wat nominaties binnen te slepen. Ja. Zitten jullie wel naast elkaar of gaan jullie meteen uit elkaar zo in de zaal? Nou, jullie zitten naast elkaar. Wij zitten naast elkaar. Ik zit helemaal ergens anders, maar goed. We juichen voor elkaar hartstikke erg mee. Ja. Allemaal collega's natuurlijk. Ja, zeker. Ja, joh, het is een heel groot weerzien van iedereen. Ja. En iedereen mooi gekleed en iedereen opgedoft. Dus dat is altijd leuk. Ja. Ja, om jullie gaan gewoon lekker genieten met een klein beetje spanning. Precies. Precies. Goed gezegd. Ga je ineens naar Musical Award en ja, dan ben je een aantal keren genomineerd. Ja, we zijn 8 keer genomineerd. Super tof. Het is een hele spannende avond. Ik ben heel benieuwd wat de avond gaat brengen, maar super leuk. Echt. Nieuwe productie, nieuwe producent. Gek, denk ik. Ja, super vet. Vooral voor Christian en Allard met een nieuw productiebedrijf, nieuwe voorstelling. Dus dat is alleen maar echt heel, juist daarom heel tof. Ja. Hierna ga je ook nog wat anders doen, hè? Ja, klopt. Ja, ik ga 2 voorstellingen doen hierna. Dus ik ben nu nog even lekker vrij en dan weer aan de slag. Dus dat is heel fijn. Ja. Hoe zit je zo meteen in de zaal? Gezonde spanning? Gezonde spanning, dat zeker. Ja, ja. Lekker wel genieten, denk ik. Absoluut, absoluut. Ja, goedenavond. Spannend vanavond. Heel erg spannend, maar ik vind het ook wel heel erg leuk. Ja, ik vind het heel leuk, gewoon een musical gala, dat het eigenlijk toch altijd wel een beetje zo'n viering is van het musicalvak. En dat we allemaal samen te komen met alle producties die er zijn, deze productie, of dit seizoen, om elkaar gewoon te waarderen in wat we doen. Collega's, even een vrije avond, lekker met z'n allen in de zaal. Dat is voornamelijk het fijnste. Om dan gewoon even onderuit te zitten en te kijken van oké, wat hebben we allemaal gedaan en wat gaat er allemaal komen. Als je deze man op toneel ziet, je ziet zelf een soldaat natuurlijk. Maar als je die man op toneel ziet als die herbergier, dan denk je van nou, Tom en niet. Nou ja, het is natuurlijk even anders dan dit kopje wat nu naast me staat, met al die make-up. Maar ja, het is een rol, hè. Het is een rol. Maar uber trots. Zo trots. Wat er ook gebeurt, ik ben super trots op jou. En ik ben trots op jou. Nou. En hoe is het bij soldaat, om daarin te zitten? Heel erg leuk. Ik heb het zo naar mijn zin. Het is zo leuk om die voorstelling te spelen. Het is een super bijzondere voorstelling. En dat je daar een deel van uit mag maken, ja, dat is geweldig. Dat is echt heel gaaf. Dit keer niet genomineerd, toch? Nee. Ja, hè. Maar dan gaan we voor Lemmy's publieksprijs. Het is er nog steeds wel een soldaat. Ja, dus het zal toch wel iets van een succes hebben. Lopende productie, verre weg natuurlijk. Maar echt, 12,5 jaar, halleluja. Ja. Hoe zit je zo in de zaal, denk je? Nou, ik ben nu al gespannen. Moet er zo meteen naar huisslag nog komen? Nou, ik was net thuis al gewoon helemaal zenuwachtig om niks. Terwijl ik al dacht van, ik zit gewoon rustig mijn lunch te eten. En dan in één keer voel ik me al die zenuwen. Waarom ook? Nee, ik denk dat het allemaal wel gaat meevallen als ik dan uiteindelijk in de zaal ga zitten. Ja, vond. Gezonde spanning in de zaal in? Nou, gewoon met heel veel plezier de zaal in. Voor heel veel leuke mensen die genomineerd zijn. Voor de rest lekker achterover zitten en genieten, denk ik. Ja. Voor jou gewoon de rust zelf natuurlijk. Nou, ik zit wel relaxed, ja. Ik ben heel benieuwd. We hebben met de Lemmy's natuurlijk zo 11 nominaties. Dus ik denk sowieso dat we wel een paar meenemen. Dus dat is wel heel mooi. En dan is alles is al winst, toch? Klapper, heb hem ook gezien natuurlijk. Het is niet niks. Nee, het is zeker niet niks. Ik heb hem al 3 keer gezien zelfs. Ben geen fan of zo. Nee, jawel, heel erg fan van hem. Het was geweldig. Hij wat later was hij zijn première als Angéran. Nou, dat was tranen over mijn wangen. Sowieso bij die show, maar ja. Je loopt nu al een tijdje. Lekker de draai gevonden? Ja, eigenlijk wel. We spelen veel, dus daar moet je even je draai in vinden om dat met je stem allemaal vol te houden. Maar dat is eigenlijk wel gelukt. Dus ik denk met z'n allen ook wel, want we hebben weinig zieken of langtijdige zieken. Dus dat is allemaal wel, het loopt allemaal wel. Ja, sterke cast. Rustig en hij zit gewoon naast te vreten. Zeker. Nee, dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. En ik hoop ook heel erg op Barry. Voor de prom, die zou ik heel erg gunnen. En sowieso ook de andere, Pia en Soy en Juliette. En de choreografie van Chiara. Daar zit ik wel een beetje nog te duimen. Maar voor de rest lekker achterover zitten. Hoe zit jij in de zaal? Heel rustig. Ja. Nou ja, vorig jaar dat was natuurlijk één grote circus. En nu kan ik gewoon lekker zitten en lekker gewoon genieten. Ja. Kijk je het meest naar uit? Of heb je een paar favorieten waarvan je denkt die moeten winnen? Nou, dat niet per se. Maar ik heb vooral zin
ja, in de shows, die stukjes het van mij laten zien en zo. Ik heb daar echt heel veel zin in. Ja. Hey, Esmee, hallo, hoe gaat het met je? Hartstikke goed. Ja, spannend vanavond. Ja. Ja, ik vind het gewoon altijd, het is sowieso een hele spannende avond natuurlijk, qua nominaties en dingen. Maar ja, we zijn opeens allemaal weer lekker opgedoft en het is echt zo'n speciale avond in het jaar. Dus ik vind het altijd heel spannend dit. Hoe zit je in de zaal zo meteen? Nou, sowieso te genieten van iedereen die gaat zingen en optreden. En daar ga ik heel erg van genieten. Maar ja, ook wel met een kleine spanning natuurlijk. Ik ga nergens van uit. Maar meer de angst dat stel dat het gebeurt. Oh mijn hemel, dan weet ik niet wat ik moet doen. Nou, dat vind ik gewoon doodeng. Doodeng. Jij valt niet stil, dat kan niet. Ja, dat zou je denken, hè? Er kunnen nog rare dingen gebeuren, kan ik vertellen. Ja. Ondertussen ook lekker genieten van iedereen, dat je allemaal vrije avond. Ja, zeker. Ik ga genieten van alle collega's en volgens mij wordt het heel mooi vanavond. Zo, nou vertel, hoe zit jij zo meteen in de zaal? Ja, hoe zit ik in de zaal? Ik probeer een beetje te ontspannen. En ik probeer me gewoon dadelijk even te genieten van het feit dat ik in de zaal zit. En aan het einde gaan we optreden, dus dan mag ik daar even mee bezig zijn. Maar voor nu wil ik dadelijk gewoon even chill in de zaal zitten en genieten van iedereen en van alles. Tussen een vogelvlucht wat je allemaal gedaan hebt en wat gaat doen. Niet normaal, hè? Ja, ja, we gaan met Mamma Mia optreden aan het einde. Dus dat is fijn dat het aan het einde zit. En op het begin ergens zit de nominatie van een zomertalent. Ja. Met je kastgenoten? Ja, ja, met Sam, daar heb ik mee op school gezeten. Dat was een klasgenootje. En natuurlijk met Juliette. En dan nog met Joes. Dus dat is wel een leuke categorie, ja. En heb je nog een voorkeur, behalve voor jezelf? Andere producties? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, ik vind dat als je genomineerd bent, dan heeft iedereen er gewoon recht op. Ook mensen die niet genomineerd zijn. En ja, het is zo out of our hands. Ja, ik heb er niks meer voor hoeven doen of zo. Dus daardoor denk ik ook, ik laat het over me heen komen. En is het zo, is het super vet en zo niet. Is de hele nominatie al zo gaaf? Ja. Ja, Michael, hoe zit jij zo in de zaal? Niet rustig, denk ik. Nee, niet rustig, want we zijn voor de tweede keer genomineerd. Vorig jaar hebben we hem gewonnen en dit jaar kunnen we wederom de beste familiemusical worden. Althans, de publieksprijs. En daar ben ik natuurlijk stik zenuwachtig voor, dat snap je wel. We kennen elkaar al een tijdje, je bent heel klein begonnen. Langzamerhand ontwikkelt zich dat. Veel slapeloze nachten, grijze haren? Nee, het wordt alleen maar leuker. Het wordt steeds groter, het wordt steeds mooier. We hebben steeds leukere, fijnere, betere mensen om ons heen. Om ja, al die dromen die ik ooit had te verwezenlijken. Dus ik word eigenlijk steeds gelukkiger. Ja. Als je jou opduikt ook in je park, in je vakantiepark, heb jij nog wel eens een vrije minuut? Nee, ik werk 7 dagen in de week, maar ik heb het allerleukste werk wat er is. Ik ben zielsgelukkig, ik heb hele leuke collega's, dus met mij hoef je absoluut geen meelijden te hebben. Als we vanavond die prijs winnen, sowieso niet. Dames, hoe zitten jullie zo in de zaal? Rustig, hè? Rustig, ja, rustig. Heel rustig. Nu kan het alleen maar rustiger worden. En ik zit niet in de zaal, ik ga wat doen. Dus ja, ik sta in een tuinbroek af te wachten of ik ben. Dus je moet eigenlijk gewoon op nu. Ja, ja dus vandaar, we gaan even daartussen sneaken. Okay. Succes. Ja, dank je. Zit jij zo in de zaal? Nou, ik vind het wel spannend, maar ook heel bijzonder. Echt tof. Wat maakt het zo bijzonder voor jou? Ja, dat je hier... Sowieso, ik vind het heel bijzonder in het Circus Theater. En dat je zo gewaardeerd wordt voor de rol die je hebt gedaan. Vind ik zo bijzonder. En dan met alle collega's te vieren, het vak te vieren. Ja, bijzonder. Natuurlijk, want ze heeft een mooie rol gespeeld, hè? Zeker, een hele mooie rol, ja. Daar mag ze heel trots op zijn. Ook zo authentiek, want jij speelde echt bijna jezelf, vond ik. Ja, ja, ik heb natuurlijk wel een personage van gemaakt. Maar de dingen die echt zijn, puur, die wilde ik laten raken met wat ik herken. En dan kan je het beste overbrengen, ja. De aap heb je bij je, zie ik, maar niet je rollerskates. Nee, precies. Dat is een beetje moeilijk op de rode loper. Dat kan ik je wel vertellen, dus helaas. Sta je met een collega meteen als aanstormend talent. Spannend. Ja, heel spannend. Maar het is wel ook heel bijzonder, want wij zijn dit avontuur samen begonnen. En ik waardeer heel erg wat ze doet. We zijn heel anders, dus ja, het is gewoon bijzonder om naast elkaar te kunnen staan. Kijken jullie naar uit? Van de optredens vanavond waar ik naar uitkijk. Ja, precies. Ik kijk uit naar de opening. Nou, hier heb ik heel veel zin in. Daar staat mijn vriendinnetje in, dat vind ik heel leuk. Ik hoop gewoon heel erg dat Before After wat awards binnen gaat halen. Dat lijkt me heel erg tof. Dus dat Koen en ik ben wel een beetje bevooroordeeld dus. Ja, dat denk ik dus ook natuurlijk. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Dat is Koen en Daisy en Ellie en Maarten. Als je binnenhaalt, dan zou ik wel heel erg blij zijn, ja. Zijn er nog genomineerden waarvan je denkt, ja, die moeten we gewoon winnen? Ja. Yannick Plugers. Dat is een hele goeie. En voor mij denk ik Gaia.
Ja. Uit Aida. Ja. De rest is allemaal super lief en heel leuk. En ik ben oud-klasgenoot. Ik vind het fantastisch. Maar als Gaia niet wint, dan zal ik mijn schoen moeten opeten. Nou ja, dat is... Ja. Kelly doet mee. Mijn schoen blijkbaar. Ja. Ja, mijn schoen of jouw schoen? Of... Mijn is al kleiner, dus ik doe maar mijne. Oké, dan eten die van Kelly op. Ja. Ontzettend drukke man. Je hebt hem gewonnen. Hoe is dat? Ja, vooral voor Blind Date. Ik vind dat zo belangrijk. Weet je, het is niet alleen iets schrijven, het is ook iets produceren, het is ook de alle risico verlopen. En met zo'n fantastische, heerlijke groep mensen die daarbij komt. En dan maakt het extra speciaal. Dus het is, ik ben hier heel gelukkig mee. Ik ben hier echt heel gelukkig mee. Ja. Wat maakt dit dan zo speciaal voor jou? Corona was voor niemand makkelijk, maar wij stopten met Goodbye Norma Jean en kregen geen steun. En het was maar echt de vraag of we het überhaupt zouden overleven. En dat hebben we gedaan. En hoe? We staan er met twee producties. Ik bedoel, Blind Date 8 nominaties. Nureyev is de laatste vrijdag knetter uitverkocht in het Luxor. Piaf staat op de rol met een fantastische cast. Dat ik gewoon ontzettend veel zin heb. Dus het begint te lukken en dat is zo fijn. Dus dat corona heeft er in die zin wel ingehakt. Ja, het is een heel bewogen jaar voor jullie, maar jullie groeien langzaam maar zeker tot echt een, ja, heel veel productie met topprestaties. Ja, er wordt ook heel hard gewerkt in ons bedrijf en over alles wordt goed nagedacht. Dat wil niet zeggen dat dat bij anderen niet gebeurt, maar het gaat zoals het gaat. We zijn er heel blij mee. Lemies, niet de minste. Ja, het is toch wel een pracht van een productie geworden. Zeker, daar zijn we ook heel trots op en ik weet niet wat de rest van de avond ons nog gaat brengen, maar... We zijn sowieso heel blij met de 12 nominaties. Het gaat fantastisch in het land. We gaan nog 7 weken in Carré spelen. Er komt nog heel veel, dus we zijn er ontzettend blij mee. Ja, Charlie gebracht met de mooiste kostuums. Ja, hoe voelt dat? Ja, het is een ongelofelijke eer. Het is de eerste keer dat ik een musical ontwerp en er meteen in de prijzen. Dat is prachtig. Neus in de chocola dus. Is de neus in de chocola, zeker in dit geval wel. Hoe zit je dan in de zaal als je dat zo hoort? Totaal verrast, want ik zit naast collega's die het al heel veel en fantastisch doen. Dus ik ben ongelooflijk blij. Ja. Zometeen huppelend theater uit. Ja, ik ga de rest van de avond zeker rondhuppelen hier. Met een mooie award. Gefeliciteerd, dankjewel. Dankjewel. Ja, Daan, Grease, je hebt hem binnen. Hoe voelt dat? Hartstikke blij. Superleuk. En met name voor de cast. Het zijn de dansers die het er maken. En ik ben daar zo ontiegelijk trots op. Hoe zij die energie erin stoppen, hoe ze het naar een hoger plan tillen. Ja, dan ben je als choreograaf wel heel, heel blij en heel gelukkig. Je hebt ze niet makkelijk gemaakt? Nee, ik hou niet van gemiddeld. Dat weten ze. Ik denk dat wij in Nederland gewoon ook klaar zijn en naar een hoger level alles te tillen. Kijk maar naar elke categorie. We zijn in Nederland inmiddels ook verder gekomen met op alle vlakken produceren, maar ook in het creëren. Ja. En ook het uitvoeren. Dus ik denk, ja... Gooit een tandje hoger. Ja, dan zit je in de zaal en dan win je een award voor het geluidsontwerp van Sweeney Todd. Hoe voelt dat? Ja, je strik je natuurlijk een hoedje als dat gebeurt. Maar het is ontzettend leuk en ik ben vereerd dat ik deze award in ontvangst heb mogen nemen. Dan mag je ook werken met een crème de la crème van een cast. Hoe is dat? Ja, dat is geweldig. Allemaal hele fijne mensen om mee te werken. Allemaal vakmensen. Dat maakt ieders leven een stuk fijner. Ja, absoluut. Ik kan nu gewoon rustig in de zaal zitten of er komt nog meer, hè? Er komt zeker nog meer. Rustig in de zaal zal het nog niet worden, maar in ieder geval heel tevreden. Ja. Ja, Hans, gefeliciteerd. You nailed it. Drie. Ja. De prom en 2 voor Les Miserables. Ja. Hoe voelt dat nou? Want je bent natuurlijk heel rustig opgebouwd, maar nu sta je gewoon te knallen op deze Musical Award Gala. Ja, het helpt ontzettend dat we veel kaartjes verkopen, dat het zo goed loopt. Dan zit je hier ook al rustiger en dan is dit alleen maar de kerst op de taart. Heel erg fijn. Ja, loon naar werken denken, want jullie hebben hard gewerkt, zeker in de coronatijd, guts getoond en dan komt dit eruit. Ja, we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. We hebben gewoon proberen creatief te blijven, door te gaan. En toen toch dit hele grote project, wat we echt wel een enorme... toestand is geweest om dat voor elkaar te krijgen. Maar ja, het wordt gewaardeerd en dat is heel fijn. Ja, de vertaling, de prom, het was een hele mooie, denk ik. Ja, dankjewel. Of zeg je niet, het was een hele mooie, je had hem gezien. Ja. Ik vond het een hele leuke voorstelling om te doen. En ik was ook heel blij met hoe de cast, de humor en alle nuances in het script oppakte. En hoe ga je dan met je personages om? Want Juliette natuurlijk speelt een van de hoofdrollen samen met Soraya.
Hoe vul je dat dan in? Kijk je daar van tevoren naar of is dat andersom? Eigenlijk, ik wist wel dat zij het gingen doen. En het was vooral zaak om het twee meiden van vlees en bloed te laten zijn. En niet zoals het een beetje in het Amerikaans kan zijn, een soort schabloon van zo'n soort lesbische scholieren en de vriendin. Dus we vonden eigenlijk wel dat heel veel humor en heel veel een beetje venijn bij mocht. Of de stiekem erin hebben gesmokkeld in de vertaling. En dat is gelukt, hè? Ja, ik hoop het, ja. Ja, je zat in de zaal, dan hoor je dat. Musicals nooit gedaan en toch gewonnen. Ja, ik had daar niet op gerekend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik reken sowieso nergens meer op. Dat is altijd het meest verstandige in het leven. Dan komt alles onverwacht. En dan een mooie musical met een mooi verhaal. Heb je het uitgekeken? Ja, wat ik te gek vind is dat het is een kleine productiekern. Mensen die op avontuur gaan, die een verhaal willen vertellen wat noodzakelijk is, zoals ik het noem. Wat de moeite waard is. Over een deel van de geschiedenis, mijn geboortejaar, waar ik ben altijd gefascineerd geweest door Berlijn en de Duitse geschiedenis met al zijn moeilijkheden en zijn schoonheid. Dus ik vind het te gek, weet je, dat ik dit mee mag maken op 61. Ach ja, het is nooit te laat. Even heel rustig, nee hoor. Hoe gaat het met je? Ja, ik ben helemaal aan het trillen gewoon. Ik kan het gewoon niet geloven. Ja, ik vind het echt niet normaal. Ik ben heel blij. Ik kan niks zeggen gewoon. Hij zei mijn naam en ik dacht alleen maar, dat ben ik toch? Ben ik dit nou? Ik kan het gewoon niet geloven. Ik vind het echt helemaal geweldig. Nou, een mooie rol die je gewoon knettergoed hebt neergezet. Dus, hè? Ja, en het is, weet je, Rizzo is zo leuk. Ik vind het zo leuk om haar te spelen. En ik geniet er zo van. En het is zo leuk dat ik daar dan, dat goed overkomt. Blijkbaar. Ja! Oh, ik kan het niet geloven. Ik ben heel erg blij. Lieverd, gefeliciteerd. Dik verdiend. Dankjewel, wat lief. Dankjewel. Het is gelukt, hè? Je hebt hem gewoon, hè? Ik heb hem, jeetje. Ja, het moet echt nog even landen. Het is de kroon op zo'n mooie rol, wat ik net al zei. En ik moet nog even terugkomen op aarde, denk ik. Ja, het is wel net even over, een gek jaartje. Kan dus nog gekker, hè? Het kan dus nog, ja, het is ongelooflijk. Dat is ook het geluk met de plekken waar ik terechtkom. Zo'n mooie rol. En dan ook opeens dit. Het is inderdaad, ik kan het niet kunnen bedenken. En dan ook nog Esmee, naast jou. Esmee naast mij, ja. Ja, dus vorig jaar waren we allebei genomineerd voor de Rocky Horror Show. En nu voor twee verschillende producties, maar wel allebei gewonnen. Dus heel mooi. Ja, mannen, jullie hebben hem, hè? Niet te doen, hè? Ja. Niet te doen. Het is enig. Ja, maar met gewoon een eigen stuk Nederlands oorspronkelijk gewoon geknald. Vooral ja, dat. Ja, nou, dat, het is wel heel bijzonder dat... kijk, wij maken natuurlijk ook Noori, heeft het tenminste gebaseerd op een bestaand leven. Dan gaan we een Piaf doen, dat gebeurt heel vaak. Het is wel heel bijzonder... Dat we echt nieuwe karakters, nieuwe verhalen, nieuwe mensen. Dat nieuwe is wel heel erg nieuwe leuk. Muziek. Nieuwe muziek. Ja, ontzettend trots. Ik bedoel, van alles wat je kan winnen, dit is fantastisch. Ja, het is echt te gek. Het is zo te gek. Echt heel erg leuk. Als jullie op een nieuwe productie beginnen, ligt dan s'nachts schillend wakker? Of? Oh nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, jij had een idee en dat was een heel leuk idee. Ja, was een leuk idee. Gaan maken. Jij twijfelde een klein beetje. Ik heb een beetje getwijfeld. Een beetje getwijfeld. Ik vroeg me eerst af, is dat wel leuk? Ja. Nou, ik leuk vind genoeg. Het aardig. Dus, leuk genoeg. Ja, kapelaan, daar bent u dan. Ja, daar zijn we dan. Ja. Hoe komt dat? Nou, ja, dichter bij God kan een kapelaan zich niet voelen, denk ik, op dit moment. Nee, het voelt hemels en heel goed. En ik ben heel blij en heel trots dat ik dit in de wacht heb mogen slepen. Ook voor het hele team en de hele productie. Ja. En je was een goed gezelschap. Zeker, ja. Ik heb ontzettend veel mogen opsteken van al mijn cast- en crewgenoten. Angela Schijf, maar ook van de Limburgse figuranten die meededen. We hebben dit met zoveel mensen gemaakt, dus het voelt daarom ook als een opsteker voor iedereen die hierbij was. Ja, ja. Meteen een nieuwe productie natuurlijk, Albert Selin die weer begonnen was. Het was een uitdaging. Ja, een Nederlandse originele musical met een verhaal dat wel bekend is, maar ook alweer van een tijd terug. Hoe breng je dat fris en op zo'n grote schaal? Dat heeft hij als geen ander uitgevogeld. Ik ben heel trots, maar ook heel... opgelucht dat zo gelukt is, dat niemand kunnen bedenken. Nu heb je hem, wat ga je ermee doen? Ik ga hem een heel mooi plekje geven in een huis dat ik nog zoek in Amsterdam. Nou, première net achter de rug en dan meteen een award. Ik bedoel, het kan niet mooier. Nou, dat is niet net achter de rug. Ja, nee, wow. Ja, sowieso. Jammer, ik ben hier ontzettend blij mee. Vooral omdat het voor een rol is die me zo goed ligt. En dat zijn natuurlijk van die iconische rollen waar je... Ja, je moet gewoon geluk hebben dat je op het goede moment op de goede plaats bent om die rollen dan te mogen spelen, te krijgen. En als dat dan gebeurt, dat is gewoon een schenk uit de hemel. Wat maakt die rol nou zo iconisch?
Iconisch gewoon, het is natuurlijk een Sondheim. Het is een van, voor iconisch voor mijn stemtype. Ik ben een bariton en dat zijn de soort rollen die mij het best liggen. Omdat hij zo ongelooflijk vrij is in wat hij ook kan doen. En zeker in de regie die we nu gekregen hebben, kan je gewoon volledig losgaan, vooral in die waanzinscène. En dat maakt het zo dankbaar. Dat is gewoon als acteur is dat gewoon een geschenk. Ja, geweldig. Gefeliciteerd. Het is corona werken, denk ik. Zeker en vast. Zeker corona pek van het hele team. Ja, en zeker op deze productie, waar we keihard voor hebben gewerkt. Dat doen we altijd natuurlijk, wat voor productie ook. Maar omdat we het in 3 weken voor elkaar moesten boksen. En als je de productie kent, het is niet een makkelijke productie voor ons om het in te studeren. En daar zijn we zo trots op dat gelukt is. Hij moet uit de tenen komen. Ja. Ja. Dat werkt het niet, denk ik. Nee, de voorstelling die speelt zich niet vanzelf. Nee. Daar moet je elke avond weer enorm focussen en met elkaar. Ik vind het ook echt een ensemblestuk. Iedereen is even belangrijk. En alle neuzen moeten dezelfde kant op staan om dit verhaal te vertellen. Dit rare verhaal. Het is toch een raar verhaal. Ja, dat wel. Het is een vrij absurd verhaal, durf ik wel te stellen. Het is absurd, maar je moet er wel in geloven. Ja, je moet er heel erg in geloven. Ja. En dat doen we. Feestje nog 1 weekje. Ik zou zeggen, heel veel plezier nog. Amsterdam, de Lamar. Ik roep het maar. En zoals men dan zegt, er zijn nog plaatsen. Niet veel meer, heb ik gehoord. Dan moet je snel zijn. Dan moet je echt snel zijn. Pastijtjes, dank u wel. Ja, is goed. Oh. Ja, we hebben het er eerder over gehad. En je hebt hem nu, hè? Ik heb hem. Ja, dat is echt niet te omschrijven. Echt fantastisch. Dreams do come true, again, hè? Dreams do come true. Echt nooit stoppen met dromen. Echt, echt waar. Kleine Nala, grote Nala, Engeland. We zijn dingen gedaan. En dan Aida en dan... Ja, mijn Aida wat mij betreft. Maar hoe is het voor jou? Ja, ik hou ervan dat ik steeds weer als een soort chameleon door dit vak heen kan lopen, zeg maar. En ja, nu mag ik weer een andere kant van mezelf ondervinden, weer experimenteren. En vooral in deze rol, het heeft zoveel kanten. Dus ik heb er zoveel van mezelf ook in gevonden en geleerd. Dat ik, ja, ik dit is zo'n cadeautje, echt waar, ja. Even een lekker nagenieten nog. Oh, zeker. Ik denk dat ik deze hele maand, dit hele jaar nog ergens op een roze wolk zit. Ja, gefeliciteerd, dankjewel. Dankjewel. Ja, Freek. Ja. En dan zit je daar in de zaal en dan denk je van, oké, leuk. En dan wordt je naam geroepen en dan? Dat is even nu een soort zwarte vlek. Dus ik weet niet meer zo goed. Ik ben heel veel mensen vergeten te bedanken ook. Mijn zangdocent Edward Hoepelman, zonder wie ik dit niet had gedaan. Mijn vrienden ben ik vergeten. Ik ben niet zo goed in... Dit soort publiekelijke momenten als mezelf. Ik doe het liever in functie van een rol. Dus het was een beetje rommelig misschien net. Maar ik ben er zeker niet minder blij mee. Nee. En ook een waanzinnig rond spelen natuurlijk. Hè? Ja man, het is een genot om het iedere avond te mogen doen. Absoluut. Ja. Diepe lagen erin, gaat alle kanten op. Ik bedoel, waar kom je niet in die rol denk ik? Nee, en dat maakt ook dat ik ook dacht, ja zoiets dat wil ik doen. Daar ben ik volgens mij nu, ben ik daar volgens mij wel rijp voor. 15 jaar later. En gelukkig zagen de Engelsen dat ook zo. Ja, nee, ja, zeer blij mee. Ja. En nu? We zweven? Wij moeten morgen gewoon weer naar Groningen. Dus we hebben een hele week daar weer te spelen in Martini Plaza. Dus ik ga het niet al te laat maken. Maar wel even vieren, ja. Zeker. Ja, dan sta je daar, dan zit je in de zaal. En toen? Ja, en toen werd het ineens heel spannend. Ja, ja, want de lijnen gingen pas open op het begin van de uitzending. En dan is het gewoon aan de mensen thuis van, gaan ze stemmen ja of nee? Ja, ja, ja. En ze hebben het gedaan. En dan ineens hoor je 59%, wat best wel heel veel is. Ja, dat is en, veel. En dan hoor je ook nog eens Assepoester de Musical. En dan weet je niet hoe snel je moet opstaan en naar dat toneel moet. Want... Dat is ook heel grappig. Ik heb nu hakken aan. Normaal heb ik niet zulke hoge hakken. En Mitch strok aan me, want we hadden natuurlijk maar 25 seconden. Ik was zo, ho, 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 ho. Maar ja, nee, het was echt fantastisch. Nee, het is echt geweldig. Het is echt een goed en fijn gevoel. En echt gewoon even de kerst op de taart voor de laatste meters van Assepoester. We gaan nog 1 maandje in, dus dit is helemaal te gek om dit zo af te ronden natuurlijk. Ja. Zeker, ja. Dus nu nog even gewoon lekker zweven, zou ik zeggen. Nou, heerlijk. Ja, ik heb zeker zin in een borrel. Jij? Ja, nou, ik moet nog rijden, dus ik ga naar de borrel. Maar eentje, toch? Maar, nou, ja, nee, we gaan het wel goed vieren. Ja, zeker. Vind ik ook. Ja. Jullie gaan het koninklijk vieren.
Dat gaan we koninklijk afsluiten. Ja, en misschien dat ik mijn schoen verlies, maar dan vinden we die wel weer terug. Nee, maar dan vind ik hem wel weer terug. Ja, precies. Ik loop achter je aan. Ja, ik loop achter je aan de hele dag. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, precies. Ik had jou net niet gesproken, want je moest naar Mamma Mia. Award gewonnen met zo'n waanzinnige nieuwe productie. Ja. De sprong in de diepe, en het is gelukt, hè? Dat is echt te gek, ja. Dat is zo wat de theaterbeweging natuurlijk al een aantal jaar doet. En gestaag bouwen ze zo. Maar steeds opnieuw gaan ze toch weer ervoor. En in zo'n moeilijke tijd ook begonnen. Dus je moet echt knokken voor iedereen naar de theaters te krijgen. En als je dan met zulke eigen producties komt. En met, ja, gewoon als een nieuwkomer. Hè, maar met veel ervaring en zoveel passie en zoveel talent. Hoe ze het schrijven en regisseren en produceren ook vooral. Want dat doet Chris echt heel goed. Dus ja, ik ben heel trots. Ik ben heel trots. En ook in een hele kleine kast, maar wel succesvol, hè? Ja, maar dat is het. Soms hoef je niet heel groot te zijn om toch succesvol te zijn. En ik denk ook dat dat de kracht was van deze voorstelling. Het was heel klein en intiem. En we durfden om alle kanten van het daten en van het alleen zijn en van het vrijgezel zijn en van het ongemak. Je kon alles, doordat het zo één op één was, alles heel mooi met het publiek delen. Ja. En ook weer naar de volgende, hè, Mamma Mia. En naar de volgende. Ja, ik heb mijn pakje al aan. Dus ik... Ja, die wordt ook leuk. Ja. Geniet ervan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Ga ik doen.